Gerard, hoe is deze week tot nu toe geweest na de nederlaag tegen Emmen voor jou? Nou ja, het weekend was natuurlijk heel vervelend omdat je verloren hebt. Omdat Achilles ook een punt hebt gepakt. Nou ja, en dan... En ik neem aan dat je bedoelt nu met Achilles en met de KNVB en met de beroepscommissie. Ja, oké, dus afwachten. Ik bedoel, wij moeten ons toch concentreren op de wedstrijd Den Bosch. En het niet af laten hangen van de uitspraak van de KNVB. Ik sprak net met mijn moeder aan me voor. Die zegt van, wacht even tot de wagen voorbij is. Ja. Ik sprak net met mijn Woena en die zegt van ja, we moeten vooral rustig proberen te blijven. Dit is een druk waar ja, veel jongens nog nooit eerder mee te maken hebben gehad. Hoe probeer jij dat over te brengen op de jongens om inderdaad maar rustig te blijven? Ja, om zelf ook rustig te blijven. Hè. Ik ben wel een trainer die heel rustig is. En, ja, we hebben gewoon alles doorbesproken wat we moeten doen. We hebben ook gewoon toegeleefd naar deze wedstrijd richting Den Bosch op dezelfde manier. Tuurlijk is er spanning. Dat is bij iedereen, bij de club, maar dat is ook bij de spelers, maar ook bij ons, als technische staf. Alleen ja, het gaat erom wat doen we morgen. En ja, een punt is genoeg. Heel duidelijk. We zijn nog steeds 2 punten voor. Zij moeten winnen. En dus de druk ligt niet alleen bij ons, maar ook weer bij Achilles. Nou ja, hoe gaan we ermee om? We hebben 2 weken geleden laten zien dat we het uitstekend konden tegen Achilles. En daar hebben we een hele goede slag geslagen. En het is nu aan ons om een punt binnen te slepen. Ja, want dat was een enorme piekmoment. Hè? Heel veel mensen dachten zelfs, nou misschien is Dordrecht er wel. Ik weet niet of jij dat dacht, maar heel veel mensen dachten dat wel natuurlijk. Ja. En nu ja, wordt dat eigenlijk weer verwacht. Hè? Dit is eigenlijk het tweede piekmoment. Weer de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Ja. Nou ja, dan gaan we zien of dat gaat lukken. En dat is nu koffiedik kijken. We kunnen nu allemaal, we hebben het nu over de beroepscommissie. Achilles 3 punten eraf. Wij 1 punt halen. Ja, we moeten gewoon ons stinkende best doen. En zorgen dat we met z'n allen daar gaan staan. Om te zorgen dat we in ieder geval 1 punt of in ieder geval 3 punten binnenhalen. Veel supporters vandaag bij de training. Ja. De spelers liepen er ook even naartoe. Hebben ze dat gezegd of doen ze dat uit zichzelf? Nee, je zegt het wel, maar ze doen het ook uit hunzelf. Hè. We wisten het ook dat ze zouden komen, dus daar hebben we ook ons voorbereid. En ja, ik vind wel dat je dat moet belonen richting supporters. En, ja, en ze komen morgen weer met grote aantallen, hè. Net als tegen Achilles. Dus ja, de steun hebben we hard nodig en de spelers zeker. En elke steun die we krijgen, van waar dan ook, is welkom. Na Achilles verlies je van Emmen met 4-0. Ben je toen geschrokken eigenlijk? Of niet omdat je wel vaker tegen die nederlagen aanloopt? Schrikken doen we niet zoveel, maar er is te veel gebeurd dit seizoen. Maar natuurlijk, we hadden verwacht dat we naar Achilles door konden pakken, maar dat is niet gebeurd. Oké, die wedstrijd zijn we gauw vergeten, want het heeft toch geen zin meer. We hebben gelijk ook na de wedstrijd gezegd, het belangrijkste wedstrijd is Den Bosch. Ja, en nu komt dit natuurlijk met Achilles ertussen. Dus ja, het is spannend, heel simpel. Ja. En we kunnen niks aan veranderen, we moeten gewoon doen wat we moeten doen. Punt pakken bij Den Bosch en dan zijn we er. Wat je in ieder geval niet had verwacht, denk ik, is dat Achilles zoveel punten zou pakken in die laatste week. Nee, dat doen ze knap. Uitermate knap. En daar hebben we geen rekening mee gehouden. Heel duidelijk. Oké, dat is wel gebeurd. Dus kop omhoog, rug terecht. En morgen zorgen dat we 100% alles geven. En dan gaan we kijken waar we eindigen. Hoe fit is je groep? Heel fit. Ja, iedereen is er. Dus Lulu is ook terug. Dus behalve Joris Kramer. Hè, dat is even, die heeft een scheurtje in zijn enkelband. Dus ja, die voetbalt sowieso niet meer. We hebben maar 1 wedstrijd, maar in ieder geval niet deze wedstrijd. Dus we gaan met 18 man naartoe, dus iedereen is er.